ons bij vragen over de productie van hun homies, sapjes, hoevenvlees en andere hoevenproducten, zowel bij problemen als bij de ontwikkeling van een nieuw product. Want in de Foodpilot, een experimentele voedingsfabriek in Melle, geven heel veel experten advies over productieprocessen en recepten. Je kan er zelfs nieuwigheden testen. En in het labo bepalen we smaak, houdbaarheid en alles wat op het etiket moet. Alle vragen behandelen we confidentieel en dankzij de gratis subsidie is dat advies voor u ook gratis. Kijk even mee naar het verhaal van de Korte Boshoeve. Aarzel niet en contacteer ons. Ja, dus wij maken vanillepudding, chocoladepudding, rijstpap, magere yoghurt, boter, karnemelk en ijscream. Hier begint het verhaal, ja. Dus voor ijsjes te maken heb je natuurlijk verse melk nodig. Hè. En waar komt die melk vanuit? De uier van de koe natuurlijk. Hè. Ja, de melk en droom is van ons. De emulgator en de stabilisator, die kopen we natuurlijk aan. Hè. Ik ga nu mijn timer zetten. Omdat we ons melk verwerken naar ijsjes en rijstpap en pudding en andere desserten, yoghurt en zo, ben je nu wettelijk verplicht voor de voedingswaarde op je etiketering bij te zetten. De samenstelling staat op elk product. En de voedingswaarde staat op de vanillepudding, chocoladepudding, rijstpap en de ijscream. Via het foodpilot van ILVO zijn we in contact gekomen met Kratos, waar dan we subsidies voor kregen voor dat laten onderzoeken. Als mijn man ijscream maakt, dan zal hij wel zijn portie opgegeten hebben ondertussen. Ja, kan er moeilijk afblijven. Ze moeten maar ze lekker niet maken. Hè. Allee, mensen, kunnen we.